Hallo, welkom bij Draadje Los. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een patroontje dat bedoeld is om rond te breien, hoe je dat ook plat of heen en weer kunt breien. Ik kwam een beetje op het idee, omdat ik aan het voorbereiden ben voor volgend jaar, dan heb ik een hele serie met allemaal structuurpatroontjes die uit rechte en averechte steken bestaan. En die heel goed geschikt zijn voor het breien van benen en bovenvoeten van sokken. Maar natuurlijk kan je er ook andere dingen mee maken, want het is steeds, ik laat steeds een patroonherhaling zien, maar die zijn vaak best klein en hoe vaker je die herhaalt, hoe groter je werk wordt. Dus je kan dat ook gebruiken voor een muts, maar bijvoorbeeld ook voor een trui. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik realiseer me, en ik hoor dat soms ook wel eens, dat er best nog wel mensen zijn, veel, die niet kunnen rondbreien of dat helemaal niet leuk vinden om te doen. Die daar gewoon een hekel aan hebben en dat liever gewoon heen en weer breien. En het zou toch jammer zijn, want het zijn vaak hele leuke structuurpatroontjes die eigenlijk heel eenvoudig zijn om te breien, want ze bestaan alleen maar uit rechte en averechte steken. Dus ze zijn niet moeilijk. Maar het levert soms echt hele leuke structuren op die er heel ingewikkeld uitzien, maar het niet zijn. En ik kan me voorstellen dat je dat misschien wel heel leuk vindt, ook als je niet rond wil breien. En dat je dat dan toch zo'n structuur wil breien. Nou, dat kan. Dat kan. Kan zelfs voor een hele trui, wat je wil. En dan moet je wel even weten hoe je met zo'n patroon omgaat. Nou, in die stekentutorials vertel ik wat je moet doen. En dan zeg ik per toer wat je moet doen. Nou, als je dat wil omzetten in platbreien, dan kan het handig zijn als je dat voor jezelf even tekent. Ik heb hier een heel klein patroonherhalingje. Kijk, het bestaat uit 4 steken en 4 toeren. En een kruisje is een averechte steek. Leeg hokje is een rechte steek. 1 hokje is een steek. Nou, dit bestaat dus uit 4 toeren en in dit geval herhaalt hetzelfde zich steeds elke 4 steken. Dus toer 1, 2, 3, 4. Dan zeg ik wat je moet doen. Ik zeg dus bijvoorbeeld, of in dit geval zeg ik dan 2 averecht, 2 recht. Dat doe je de hele patroon, de hele ronde door. Kan je zien wat ik doe? Kijk hoor. Even kijken of ik in beeld ben. Ja, ik ben in beeld. Toer 2. Die is hetzelfde. 2 averecht, 2 recht. En dat doe je de hele ronde door. Toer 3. Daar wordt die anders. 2 recht, 2 averecht. Toer 4 is weer hetzelfde als 3. Dat is ook weer 2 recht, 2 averecht. Averecht. Zo zeg ik het en zo ziet dat er dan uit in een tekeningetje. Omdat je rondjes breidt, lees je zo'n tekeningetje steeds van rechts naar links. Maar als je plat gaat breien, dan brei je in toer 1 breien die kant op, hè, naar links toe. Maar toer 2, dan keer je je werk. Dan brei je de andere kant op. Toer 3 brei je weer de ene kant op. En toer 4 brei je weer de andere kant op. In dit geval, met zo'n patroontje, of hier in het groot, heb je steeds 2 toeren boven, in dit geval zelfs 4, maar steeds dat heen en terug, dat die eigenlijk, dat je dezelfde steken boven elkaar krijgt. Hier is dat het geval, maar hier ook. Dan is het makkelijk. Als ik dan zeg bij de terugtoer 2 averecht, 2 recht, dat geldt dan voor platbreien niet, want voor platbreien heb je je werk andersom in je handen, dan heb je dus de achterkant voor je, dan brei je gewoon de steken zoals ze zich voordoen, zo noem je dat. Dat betekent, je hebt heen, heb je 2 averecht, 2 recht gebreid. Maar als je je werk keert, dan heb je dus de achterkant voor je. En die steken die aan de voorkant
recht zijn. Die heb jij nu met de averechte kant voor je. En omdat je hetzelfde moet doen, dan brei je dus die steken averecht. Want je ziet hier averechte steken. Dus dan brei je averecht boven averecht en recht boven recht. Dat is in feite wat je doet. Dus heb je patroonherhalingjes waarbij de steeds twee toeren hetzelfde zijn. Of vier of zes. Hè, dat je even aantallen hebt. Dan is het makkelijk. Dan brei je heen zoals ik het zeg. En terug doe je even je oren dicht. En dan brei je gewoon zoals je de steken voor je hebt. Zie je een ribbeltje, dan brei je dus averecht. Zie je een veetje, dan brei je recht. Dat is nog vrij eenvoudig. Maar er zijn ook patroontjes, patroonherhalingen, waarbij je elke toer wat anders moet doen. Hier zie je een voorbeeldje daarvan. Dit bestaat uit zes toeren en zes steken. Nou, de eerste toer is helemaal recht. De tweede toer, je breidt een rondje, dus de tweede toer. Je leest continu van rechts naar links als je rondbreidt. Hè? De tweede toer zou zijn 1 recht, 1 averecht, 1 recht, 1 averecht, 2 recht. De derde toer, 2 recht, 1 averecht, 1 recht, 1 averecht, 1 recht. En dan kan je gewoon doen wat ik zeg of zoals het in het tekeningetje staat. En dat tekeningetje lees je continu van rechts naar links. Omdat je rondbreidt. Brei je plat, dan brei je toer 1 van rechts naar links, maar toer 2 brei je natuurlijk van links naar rechts. Dus 3, 4, dit is toer 5 en 6. 3 brei je van rechts naar links, 4 moet je weer van links naar rechts lezen. Nou, als je dat op zo'n tekeningetje hebt, deze toer lees je van rechts naar links, dus helemaal recht. Dan keer je je werk en dan brei je dus de andere kant op. Dan heb je de achterkant voor je. Volgens de tekening moet je twee recht breien, maar je hebt de achterkant van je werk voor je zitten, want je breidt niet in het rond. En dan moet je dat dus net andersom doen. Dus dat betekent dat als ik dan zeg, hè, bij de tweede ronde, je breidt 1 recht, 1 averecht, 1 recht, 1 averecht, 2 recht. Dan moet je dat eigenlijk even tekenen, zoals ik dat hier heb gedaan. Maar dan weet jij dat je hem dus andersom moet breien. En dat betekent in dit geval dat die steken dan ook andersom worden. Dat betekent dus het volgende. Als je van rechts naar links breidt, dan betekent een kruisje 1 averecht. Maar heb je de achterkant voor je, dus brei je terug, dan betekent dat kruisje 1 recht. Omdat je het anders, je hebt de achterkant voor je. Dus je moet precies het tegenovergestelde doen. Dat betekent dus, ik brei hier 1 hele toer recht. En terug, dan krijgen die tekentjes de andere betekenis. Dus terug brei ik dan 2 averecht, 1 recht, 1 averecht, 1 recht, 1 averecht. Heen kan ik weer doen zoals het er staat. Leeg vakje is recht, dus 2 recht. 1 averecht, 1 recht, 1 averecht, 1 recht. Dan keer ik mijn werk. Dan betekent dat kruisje weer recht. Want je hebt de achterkant voor je. Dus dan is het, dan brei jij 1 recht, 1 averecht, 1 recht, 3 averecht enzovoort. Dus, ik raad je aan. Stel je ziet zo'n leuk structuurpatroontje en je wil het plat breien. Als je gewoon terug kunt breien zoals de steken zich voordoen, dan zeg ik dat erbij. He, voor de platbreiers, luister niet naar mij als ik toer 2 noem, maar brei gewoon wat je ziet. Maar bij dit soort patroontjes, dan raad ik je aan om als ik de toer noem, om dat steeds even te tekenen van rechts naar links elke keer, zoals ik het zeg. En als je dan eenmaal zo'n tekeningetje hebt,
om er dan zelf even bij te zetten, oh ja, als ik de andere kant op ga, moet ik het net anders omdoen en moet ik hem ook van links naar rechts lezen. Het lijkt misschien nu heel ingewikkeld en het duizelt je misschien een beetje, maar het is een kwestie van, je moet even focussen, want je moet steeds de betekenis van zo'n tekentje even omdraaien in je hoofd. Daar kan je in het begin best wel een beetje in vergissen natuurlijk af en toe. Dus het is wel belangrijk dat je focust. Ik raad je aan om dat wel even te tekenen. Maar ik garandeer dat als je het vaak doet, dat je daar op een gegeven moment heel handig in wordt. Dus je zou ook bijvoorbeeld kunnen, als ik zeg bijvoorbeeld, ik noem toer 2, hè. Ik noem de toeren natuurlijk altijd alleen maar van rechts naar links. Nou, dan doe ik even toer 2 als voorbeeld. Dat zou zijn 1 recht, 1 afrecht, 1 recht, 1 afrecht, 2 recht. Ja, dat is toer 2. Dan weet je al, oh, een even toer, die moet ik andersom doen. Wat jij dan voor jezelf kunt doen, is moet ik even goed bedenken hoor. Ja, jij breidt hem dus andersom. Dus ik noem het van rechts naar links. Ja, 1 recht. Ik noem het van rechts naar links. Maar je leest hem. Jij moet hem omdraaien. Dan kan je eronder zetten, 1 recht wordt dus 1 afrecht. 1 afrecht wordt dus 1 recht. Dit wordt 1 afrecht. Dit wordt 1 recht. Dit wordt 2 afrecht. Ik maak het ingewikkelder dan nodig is, want dan moet je hem ook nog... moet je hem ook nog andersom lezen. Nee, het is veel makkelijker als je het even tekent. Gewoon even tekenen dus. Wat ik zeg, steeds van rechts naar links even tekenen en voor jezelf dan even omdraaien. Met dit maak ik het ingewikkeld, denk ik. Tenzij je, want je moet en de toer omdraaien en de steken. Ja? Dus, nou, er zitten ook wel een aantal van dit soort patroontjes bij. Die zijn, dan wijst het zich vanzelf. Dus nog even kort. Ik noem de steken. Je kan het tekenen, steeds van rechts naar links. En dan voor jezelf even die pijltjes erbij zetten. En dan kun je dat dus breien. En dan verandert dus de betekenis van het tekentje. Het klinkt ingewikkeld, het valt mee. Ga het gewoon eens doen. Want hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Nou, ik hoop dat je er wat van hebt. Als dat zo is, geef even een duimpje omhoog. In ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende keer. Doeg!